Een van de eerste mooie lentedagen werden door veel mensen benut om naar het Bloesempark in het Amsterdamse Bos te gaan. De bloesems staan sinds kort in bloei en dat duurt maar 2 tot 3 weken. Tijdens de bloeitijd zijn de bloesems op hun mooist. Omdat ik gehoord heb dat dit zo prachtig is. Dat. Ik was er nog nooit geweest, wel langs de snelweg gereden. Dus wel vanaf die kant gezien, maar nooit hier middenin gestaan. Ik denk dat ik het een keertje ben tegengekomen op social media. Ik weet niet precies waar, maar ik dacht wel van, oh, het lijkt me leuk om daar een keer naartoe te gaan. Ik had erin gehoopt dat het wat minder druk zou zijn op de maandag, maar het is mooi weer, dus het is lekker vol. Het is heel rustgevend en ja, je voelt ook gewoon dat iedereen het leuk heeft en dat geeft ook een leuke sfeer. Vorig jaar was het Bloesempark maar beperkt toegankelijk vanwege de coronamaatregelen. Toen stonden er lange rijen en mocht er niet gepicknickt worden. Gelukkig is dat dit jaar niet meer en daar genieten veel mensen van. Gewoon geen regels, geen maatregelen. Gewoon lekker ieder zijn ding, vrijheid, blijheid. Ik vind het heerlijk om dit weer te zien en dat het eindelijk weer kan al die 2 jaar. Lekker voor profiteren. Zeker met alles wat nu speelt. Toch blijven genieten. Voorlopig blijft het nog even mooi weer en blijven de bloesems in bloei. Dat het de komende weken drukker wordt in het park lijkt wel zeker.